Nou, we hebben nog iets tof. Een soort van specialeke. Want het staat vandaag groot in het laatste nieuws. Het derde seizoen van Liefde voor Muziek krijgt 2 jaar na datum een staartje. Want de nieuwe single van Isabel A. wordt een duet met Koen Wouters. En de dochter van Koen, Zita, maakte de videoclip daarvoor. Wel heel speciaal. We hebben Isabel A. aan de lijn. Goedemorgen, Isabel. Goedemorgen, dag Anke, dag Sven. Oh, wat fijn om jou nog eens aan de lijn te hebben. En wat een goed nieuws, want Koen die doet niet zo snel duetten. Hè? Hij heeft ooit eens gedaan met Ingeborg, met zangeres Sarah en Frank Boeien. Hoe heb jij hem overtuigd? Ja, dat is denk ik ook een beetje gekomen doordat wij samen in Liefde voor Muziek hebben gezeten en elkaar toch weer iets beter hebben leren kennen. En ik heb gewoon mijn stoute schoenen aangetrokken en hem gebeld en gevraagd. Want ik had een heel goed liedje en ik hoorde zijn stem daarop. En ik had zoiets van, ik vraag het gewoon aan Koen. Ja. Maar ja, jullie kennen elkaar natuurlijk al heel lang uit de showbiz. Maar als de iets, hele tien om te zien periode door. Maar, ja, maar als hij het zo weinig doet, ja, dan zou het toch een beetje met knikkende knietjes geweest zijn. Ja, wel een heel klein beetje natuurlijk, hè. Maar sinds Liefde voor Muziek hebben we elkaar weer beter leren kennen. Dus had ik toch wel het gevoel van, Koen is geen kwaaie mens, hè. Hoor je mij dat zeggen? Nee, maar het was niet, voor alle duidelijkheid, omdat hij jou heel lekker beest vindt, maar omdat hij ook het liedje heel mooi vond, blijkbaar. Ja, hij was. Ik had hem gezegd, zeg, kijk, ik ga het jou doorsturen. Kijk, ik hoor jou echt invallen in de tweede strofe. En hij heeft mij, denk ik, een paar dagen nadien teruggebeld en gezegd van, ik ga het doen. Ik vind het een fantastisch mooi liedje. En de tekst sprak hem ook heel erg aan. Ja. Dus was ik natuurlijk heel blij natuurlijk. Hè. Zeg, heel eerlijk, het is ook niet echt de allereerste keer dat jullie samen zingen. In 93 hadden jullie al eens een cover gemaakt van Gelukkig Zijn van Anne Christie. Ik heb daar een fragmentje van teruggevonden. Het ging zo. Ja. Dat heet dan Gelukkig Zijn. Een deur die plots ook mooi, ik was dat al een beetje vergeten. Ja, ja, ja. Wanneer had je, was dat voor iets speciaals, voor een programma of zo? Ik denk dat voorkom op die kanker was, volgens mij. Levenslijn. Dat is al heel lang geleden. Dat is echt, Koen dat was toen met Clouseau super hot. En ik weet niet in het jaar het juist was. Maar 1993 was het. Zou ook Levenslijn kunnen geweest zijn, hè? Dat kan ook, hè? Ja, klopt. Dan had ik ongeveer met blank of zwart uit. Dus ik denk dat het voor een goed doel was. Maar ik denk, ook schoon, hè? Kom ik tegen kanker, zoiets. Ja. Nooit meer alleen, zo heet het nieuwe liedje, het nieuwe duet van jullie twee. En Zita, de dochter van Koen, heeft de videoclip gemaakt. Wat een raar verhaal is dat, zeg. Met haar iPhone. Vertel eens. Ja, we waren in de studio aan het opnemen. En ik had gevraagd of ze het even wou filmen. En ze heeft dat zo goed gedaan dat ik dacht van, maar hier kunnen wij gewoon een leuk filmpje van maken. En ze heeft niet alleen acteertalenten, maar ze heeft nog andere talenten blijkbaar. Super. Hey, we hebben het ondertussen al gehoord. Het is een heel, heel mooi liedje. En we gaan het nu even draaien op de radio. Jij, Isabel A., samen met Koen Wouters in een duet. Nooit meer alleen. En een nieuw album komt eraan van jou eind maart, hè? Ja, klopt. Eind maart, begin april, komt mijn nieuw album. En er staan nog een paar verrassingen op. Maar dit is de eerste verrassing. Alright. Perfect. Goed. De eerste kindersurprise. We gaan hem laten horen. Veel succes ermee. Het was fijn dat we je kon aan de lijn krijgen. Dit is Isabel A.